Hier ben ik in 12 juni 1942 geboren. Hier op deze fundering, of in dit huis. Mijn opa is hier als bedrijfsleider gezeten. En mijn vader is pachter. En nu ben ik hier dan en mijn zoon is de vierde generatie. Dat is voor ons toch wel een, iets dat ons wat doet. Het is voor de tweede keer, het is nu ruim 12 jaar geleden, dat wij vertrokken zijn vanuit de Randstad hierheen. En over een kleine maand dan zullen wij hier weer vertrekken richting Almkerk. Ik ben hier gekluisterd aan die gronden. Ja, 4, 5 jaar geleden wilden wij helemaal niet graag weg uit de Noordwaard, omdat iedereen was er nog. En alles had zijn plekje, je wist waar je aan toe was. Trekken van een heel aantal buren en collega's maakt het toch wel dat je op een gegeven moment toch wel blij bent dat je straks mag verhuizen. En dat hier ze de Noordwaard wat ons betreft achter ons kunnen laten. En ja, dat is misschien wel heel jammer, want we hebben met heel veel plezier gewoond. Maar ja, zoals het er nu naar uitziet, dan kan je daar geen plezier meer aan beleven. Wij gaan hier niet weg. De ontpoldering Noordwaard is onderdeel van het programma Ruimte voor de Rivier. Het programma Ruimte voor de Rivier bestaat uit ruim 30 maatregelen langs het Nederlandse riviersysteem. De directe aanleiding waren de bijna overstromingen van 1993 en 1995. Dat is echt een wake-up call voor de rivierdijken. En met het programma wordt ervoor gezorgd dat rivierwaterstanden omlaag gaan als er echt hoge afvoeren vanuit Duitsland komen. Wat we doen is de rivierdijk over een lengte van 2 kilometer verlagen met 2,5 meter. Zodat daar het water de polder binnen kan stromen. En aan de andere kant, in de zuidwestkant, komt er een opening waardoor het water naar het Harenvliet kan stromen. Bij de maatgevende afvoer levert dit project een waterstandsverlaging op van 30 centimeter bij Gorkum. Direct bovenstrooms van de Noordwaard is het zelfs 60 centimeter. Naast de rivierdijk die we gaan verlagen ligt een oudere dijk, de Bandijk. Om te zorgen dat het water daar ook die dijk kan passeren, maken op 4 plaatsen een grote brug, waardoor het water straks het gebied in kan stromen. Het verkeer gaat nog steeds over de Bandijk. En vanaf die bruggen krijg je straks een prachtige beleving van het gebied zoals dat wordt. De Noordwaard gaat meestromen met de rivier vanaf NAP plus 2 meter. Dat is een vaste hoogte. We hebben hier altijd te maken met, als het gebied ingezet moet worden, met hoge rivierafvoer en hoog water op het Haringvliet. Op dat moment stroomt dus het hele gebied al vanuit het zuidwesten vol met water vanaf het Haringvliet. Om te voorkomen dat alles in één keer onder water komt te staan, hebben we nieuwe poldertjes gemaakt met kades. En er zijn polders die staan 100 dagen per jaar onder water. Er staan poldertjes die staan 30 dagen per jaar onder water. Maar er zijn polders die komen met een kans van een 100ste of 1000ste onder water te staan. Van eens in de 100 jaar, dat neem ik voor lief. Met een overstroming. Ik heb daar meer meegemaakt. Daar ben ik niet bang van. We hebben verschillende keren hier de kerkje leeggeruimd. Voor het water over de dijk. De stoelen eruit halen. Maar ik vond het wel mooi. We hebben in dit project heel veel te maken met mensen die in het gebied wonen en werken. Het is niet niks als er een ontpoldering komt en je moet verhuizen of er moeten dingen aangepast worden. Dus er is een heel lang traject aan vooraf gegaan van planvorming. Iedereen voelt zich graag individueel aangevallen. Iedereen merkte van de staat wil mijn grond hebben en wat doe ik eraan. En dat bracht iedereen toch wel bij elkaar om samen te kijken naar de mogelijkheden om een gebied over te houden die acceptabel was. En
Ja, waarbij ook degene die hier wilde blijven zitten iets overhielden. En degene die vertrokken toch ook goed wegkwamen, zeg maar. Dit gebied is niet van ons. Blijft van de mensen, wij zijn niet de gast. En dat heeft wel een enorme impact op de manier waarop je je werk doet. Hoe zorg je nou dat mensen gaan meedenken? Hoe ga je nou met mensen om die schade lijden? Hoe stel je ze schadeloos? Hoe zorg je dat ze gaan verhuizen? Hoe ga je hinder voorkomen? Het is niet alleen hoe we met water omgaan, maar ook hoe we dit soort projecten realiseren. In samenwerking met de mensen die hier wonen en werken. De helft van de boerderijen die moest echt naar elders verplaatsen omdat er minder akkerbouwgrond hier overbleef. En die hebben we actief helpen zoeken naar nieuwe locaties. De andere helft kon hier blijven. Ja, we zijn hier gebleven omdat wij zijn de vierde generaties die hier gaan boeren. Maar wij mochten weg, maar wij hoefden niet weg. Mijn broer wilde eigenlijk verhuizen, maar mijn vader en ik wou het eigenlijk niet. Dus uiteindelijk ben je met je drieën. En we hebben toch maar besloten om te blijven. Nou, als je naar een andere plek toe gaat, dan moet je ook helemaal overnieuw beginnen. Moet je eigenlijk weer inburgeren, je moet het land opknappen. En hier heb je je land ook allemaal schoon en goed onderhouden. Voor de blijvende agraris betekent dit project dat er vaak stukjes van hun land aangepast moeten worden. Dat ze vaak nieuwe bedrijfsgebouwen moeten bouwen. Dat ze soms een deel ook naar elders moesten verplaatsen binnen het gebied. We gaan nu boeren op de grond waar mijn beide opa's geboerd hebben. En dat doet ons toch wel wat. Van de oorspronkelijke 50 gezinnen zijn er nog ongeveer 25 over. Deels in een nieuwbouwhuis en deels in een bestaande woning. Het feit dat je moet verhuizen in het kader van dat anderen droge voeten houden, vind ik op zichzelf geen wrange gedachte. Alleen ik vind dat als wij met 70 gezinnen hier zorgen dat honderdduizenden mensen droge voeten houden, plus een enorme economische schade voorkomen, dan moet je zorgen dat die mensen een goede schaderegeling en een stukje duidelijkheid ook daarover krijgt. Maar dit is toch wel een verademing voor jullie, hè? Want eerst had je, wat schuurruimte betreft, heb je niks in moeten leveren. Ja, een schaapschuurtje. Maar lenen jullie dan altijd veel schuurruimte van anderen in de polder of niet? Nooit schapen, denk ik. In het begin gingen de vastgoedonderhandelingen ook niet zo heel erg soepel. En toen het eenmaal rond was, zag je iedereen wel een klein beetje opgelucht ademhalen. Alleen wat ik zelf ook wel een klein beetje onderschat heb, dan moet je nog die uitvoering in. Tuurlijk hebben we geprobeerd om hinder te voorkomen. Alleen dat lukt met zo'n grootschalig grondverzetproject, lukt gewoon niet. Hè? Je probeert het wel, maar er zal altijd hinder ontstaan. Er zijn best veel bomen gekapt, zeker in het begin van het project. Dat was enerzijds nodig om grondverzet te kunnen uitvoeren. Maar ook heel belangrijk, niet elke boom is geschikt om straks met zijn voet in het water te staan. In plaats daarvan zijn er wilgen aangeplant, gaan nog wilgen spontaan zich ontwikkelen. Ja, het wordt leeg en kaal in de Noordwaard. Bomen die verdwijnen, die nu ineens weg kunnen voor dit plan. En toen kwamen wij daar, toen zagen we ze, oh goed, de eerste rij pannen hebben ze er allemaal afgetrapt en de goot, die zinken goot hebben ze al afgejat en ruiten ingeslagen en aan het huis zijn ze aan knabbelen nou. Ja, mensen vertrokken. De huizen werden op een gegeven moment niet meer bewoond, die stonden op de nominatie van slopen. Je weet van, daar heeft vroeger iemand gewoond en die ken je dan ook. En dan is er een oorlogsbeeld van half kapotte huizen, pannen eraf, gordijnen die naar buiten waaien. Ja, dat had ik zoiets van, sloop het maar, zo snel mogelijk. Ik denk dat degenen die achter zijn gebleven en die hier verder willen, dat die het liefst wel zo snel mogelijk willen bouwen, zo snel mogelijk ook dat er rust in het gebied komt. Waar je een beetje tegenaan loopt met dit soort dingen is dat je dan met ecologie te maken hebt, hè? Ik wil vaak niet zeggen als dan een pand opgeleverd is door een particulier of een boer dat je meteen kan slopen.
Ja, dan moeten we echt wachten totdat die beschermde soort weg is. Het hoeft af en toe wel een beetje last van gehad, want het trekt toch weer andere groepen aan die al helemaal niet willen hebben in de polder. Je hele sociale gebeuren verandert. Van, we waren een klein wijkje, 6 huisjes op een rij. En nu zijn er eigenlijk nog maar 3 oorspronkelijke bewoners over. Dus het is 's avonds gewoon letterlijk soms donker. We hebben met anti-kraak gewerkt, hè, om een soort ghost city echt te vermijden in deze polder. Daar hebben we toch ook wat mensen vanuit de polder zelf in kunnen opvangen. Ik vind het heel netjes van Rijkswaterstaat dat er die mogelijkheid er is. Dat ik niet nog een keer hoef te verhuizen. Voor de aannemer is het grondverzet een grote logistieke puzzel. Welke terreinen zijn beschikbaar? Wat zijn de rijafstanden? Een deel van het grondverzet heeft ook via het water plaatsgevonden. Binnen de randvoorwaarden die wij gesteld hebben in het contract, krijgt de aannemer maximale vrijheid om het zo goed en zo efficiënt mogelijk te realiseren. Overlast is niet te voorkomen, maar een goede communicatie geeft al een heel andere beleving van overlast. We hebben dat wel zo goed mogelijk geprobeerd. Ik denk dat we daar nog meer nadruk op hadden kunnen leggen. Juist omdat die beleving van hinder zo'n belangrijk aspect is voor de mensen die hier blijven wonen en werken. Ja, half maart zouden ze hier al komen met de terp aanleggen. En nu is het half juni en nu zijn ze nog niet. Dus dat is eigenlijk wel jammer van die landbouwgrond dat die zo blijft liggen. Want dat is natuurlijk mooi geweest als er nog een gewaspak gegroeid, bijvoorbeeld boontjes of tarwe of zo. Want nu groeien er enkel maar onkruid en veel distels op. Voor je boerengevoel vind je dat gewoon jammer van die grond die zo ligt. Kijk, als we hier bij zandhopen staan, dan heb je zoiets, ja, dat maakt mij niet uit wanneer ze hiermee verder gaan. Maar op het moment van dat je weet van die zandhoop wordt mijn terp. En 16 weken geleden zouden ze beginnen. En er gebeurt nu nog niks. Ja, het is wel je hele hebben en houden straks. En je bent wel afhankelijk. En dat maakt toch dat mensen zich ongemakkelijk voelen, misschien wel er boos om worden. Dus communiceer, informeer en ik denk dat je heel veel onrust uit het gebied houdt. De complexiteit van het werk is groter als dat we in het begin hadden voorzien. Dat is wel een lering die ik hieruit heb getrokken. Toen ik hier in het begin kwam, toen had ik helemaal nog niet het besef van hoe groot en omvangrijk het gebied dat eigenlijk was. En dat is enorm. We hebben 13 verschillende soorten grondstromen. Nou, gaat er maar aan staan. En het is allemaal op logistiek, natuurlijk van A naar B op een zo kort mogelijke periode. Dus het is alleen maar constant zoeken, onderzoeken en waar je het beste het materiaal kunt toepassen. Mogelijkheden voor uitbreiding in de toekomst hebben we zeker gesteld door de terpen zo groot mogelijk aan te leggen, zodat er een groot bouwkavel is waarop ook in de toekomst nog nieuwe schuren gebouwd kunnen worden. Thermisch gereinigde grond. Ja, ze wouden die eerst allemaal in de terpen doen, maar daar zijn alle boeren tegen ingekomen en dat hebben we gelukkig wel voor elkaar gekregen. Maar nu gaan ze al die vieze thermische gereinigde grond in de dijken douwen. In dit project hebben we wel gemerkt dat grond emotie is, zeker op het moment dat de thermisch gereinigde grond de polder werd ingevoerd. Toen heeft het Rijk besloten om geen thermisch gereinigde grond toe te passen in agrarische terpen. Hoofdzakelijk omdat het eventueel afwateringsproblemen zou opleveren en als je een potstal gaat bouwen, dan loop je ook weer tegen die grond aan. Wel is ervoor gekozen dat die grond hergebruikt mag worden in kades, want ook het Rijk wil dat het duurzaam om wordt gegaan met restproducten. Wat bij de Noordwaard heel belangrijk is, is de landschappelijke kwaliteit, rust en ruimte, maar ook de samenhang van het gebied. En daarvoor is ervoor gekozen om terug te gaan naar de oorspronkelijke situatie van 100 jaar geleden, toen het gebied nog onderdeel was van de Biesbos, er allemaal kleine poldertjes waren en allerlei kreken doorheen stroomden. Een deel van die kreken die was nog aanwezig als restant in het gebied, maar een heel groot deel van die kreken die graven weer opnieuw
En als je de kaart op elkaar legt, liggen die kreken van toen en nu op dezelfde plaats. Die deltawet is gekomen in 1869 en toen is de Eppe vloed weggegaan. De ruiverkaveling kwam. We kregen geen water meer op het land, geen overlast van water. Vierkante stukken kregen we van de ruiverkaveling. Ja, die worden nou toch van polders die overblijven, toch allemaal weer versnikkerd. Niet vierkant meer. Het zij een krul erin of een krom gemaakt. Ik moet je maar raken dat alles zo krom, schots en scheef moet. Dat ze niet om de boeren gedacht hebben die nog iemand te werken, zeg maar. Dat zijn dingen waar ik me eigenlijk ontzettend kwaad over maak. Ons nieuwe bedrijf legt hier hemelsbreed 8 kilometer bij vandaan. Het ligt echt in een veehouderijgebied van het land van Eusden en Altena. Daar hebben wij 2 bestaande bedrijven kunnen kopen. Die hebben we allebei gesloopt. En op 1 locatie hebben wij gezocht naar de mogelijkheden om daar compleet nieuw te bouwen. Trots als een pauw. dat we gewoon samen met mijn zus eigenlijk het familiebedrijf ook voort mag zetten, maar ook gewoon weer in zo'n mooie stal en zulke moderne apparatuur allemaal mogen werken straks weer. Want het is toch ook wel een hele eer. Het is niet voor iedereen weggelegd dat je zoiets weer overeind kan en mag zetten en dat het allemaal gefinancierd krijgt. In het doorstroomgebied is straks geen akkerbouw meer mogelijk, daarvoor is het gewoon te nat. Maar binnen de hoogbekade polders, daar is de akkerbouw. En ook de woningen zijn geconcentreerd in of bij de hoogbekade polders. Dat heeft er eigenlijk vooral mee te maken dat alle huizen aan een evacuatieroute moeten staan. Nou, we hebben samen met de inwoners uit het gebied het hoogwaterdraaiboek ontwikkeld. En daar is onder andere, en dat is een van de belangrijkste punten, uitgekomen dat wij niet verplichten tot evacueren, maar dat we een evacuatieadvies geven. Maar wat betekent dat ze zichzelf wel 72 uur lang bij hoogwater, als ze niet meer het gebied uit kunnen, moeten kunnen redden. En al die huizen komen op terpen te staan. Dat betekent dat wat oudere huizen, die staan al op terpen. Die kunnen voor een groot deel ook behouden blijven. De terpen moeten wel wat worden aangepast. Er zijn ook heel wat nieuwbouwterpen gerealiseerd waar de mensen nu hun eigen nieuw huis op hebben gebouwd of boerderij. In deze wereld, in een vredetijd, vergaat alles behalve de liefde. Dat hebben we ook op de paal geschreven. Ik heet iedereen van harte welkom. We staan hier op het terp. Deze dag is bijzonder omdat we de eerste paal gaan slaan. Maar het is ook bijzonder dat je eigenlijk een einde hebt aan een tijd van nadenken, onderhandelen. Ja, het was eigenlijk wel een rollercoaster van emoties. Aan de ene kant balen, het feit van dat je niet helemaal gezond bent en dat je dus ook ongewis bent over je toekomst. Aan de andere kant blij dat je de eerste stap zette van we gaan weer opbouwen. Dat waren leuke, zware, soms iets wat emotionele tijden. Dankjewel. Heel veel plezier in de woning. We gaan het helemaal volgen. De eerste nieuwbouwwoning. Ik vond het wel een hele eer dat ik die paal erin mocht jassen. Dat was natuurlijk heel symbolisch, want er werd precies uitgelegd op welk knopje ik moest douwen. Maar dat geeft ook weer, dat je het stokje weer doorgeeft aan de bewoner van en nu moeten jullie verder gaan met de opbouw van je nieuwe leven, van je nieuwe huis, van je mooie nieuwe stullen. 2011 zijn mijn ouders naar Werkendam verhuisd. Mijn broer die had trouwplannen, dus hebben ze ruimte gemaakt dat mijn broer hier kon gaan wonen op de boerderij. In het ergste geval had ik ook naar het dorp gemoeten, maar ja, liever niet. Ja, heb ik toch de mogelijkheid gekregen
om een stuk grond te kunnen kopen. Vlak naast het bedrijf, dat is ideaal natuurlijk. Met vee te maken hebben we wel eens s'nachts mee in de weer zijn. Is ook eigenlijk van dat je merkt van goh, je bent blij wat je hebt nu en ja, ook het is kwalitatief gewoon een stuk beter. Je hebt ook meer geïnvesteerd erin en je hebt er lang op moeten wachten. Maar hier zit een stuk historie van jezelf in. Dat is 20 jaar, meer dan 20 jaar. Alles wat je hier ziet heb je aangeraakt. De klodders lijm waar die LP's mee opgehangen hebt. Nu is het nog heel concreet aanwezig. Straks is FTSE. En ja, dan hebben we hopelijk de tijd om weer nieuwe herinneringen te krijgen. Dan is het leven weer nu. Dat is de mooiste dag die eraan zit te komen. Dit laat je achter en je neemt je leven, je koeien, je ziel en zaligheid, die neem je mee. Ja, voor ons hebben de koeien best wel een hele emotionele waarde. En zeker als ze dan zo'n koppel dieren gaat verhuizen, dat is toch best wel heel wat. Dat zie je niet dagelijks en dat is ja, toch best wel heftig. Maar wel heel leuk. Heel leeg hier. Ja. Komt goed. Dat het te laag zit. Ja, ik heb er ook twijfel als het langdurig hoog water is, dat we niet kunnen lozen. Ik kan zeggen die pijp, die heb terugslagklep. Ja. Maar ja, als het hoog water is, dan kan je niet lozen. En als die pijp dan op een gegeven moment vol zit, dan moet je dan blijven met je afval. Ik ga je vragen, maar er zit natuurlijk wel een bepaalde lengte in de pijp. Ja. En lang hoog water is het natuurlijk ook niet. Nee, maar die niet te laag zit als dat gemolder had gehad. Normaal zou het dan toch ook boven water moeten zitten. Ja, je hebt natuurlijk laagwater en hoogwater natuurlijk. Je moet even kijken wat het idee is geweest, waar het bij het gemiddelde waterstand staat natuurlijk. Want we krijgen natuurlijk om die fluctuaties te maken. Er zijn al wel veel kritische vragen ook bij het bepalen van de hoogte gesteld. Dus er is wel heel nauwkeurig naar gekeken hoor. Het is niet zomaar, die hoogte is niet zomaar
bedacht, laat ik het zo zeggen. Maar ik kan die argumentatie wel even boven water halen, hoe dat nou precies zit. Ik hoop ook al even met twee weken terug. We maken hier even een kort lijstje met de afspraken op, hè? Wat punten zijn waar we nog naar kijken of wat nog gedaan moet worden. Hier hebben we wel dialoog opgezocht met de mensen. Ze zullen misschien wel zeggen, ja, dat had nog meer en geïntensiveerd kunnen worden. En we hadden nog van meer dingen wat willen vinden. Alleen, er zijn hier natuurlijk wel een aantal dingen. Die 30 centimeter waterstandsdaling, ja, dat was gewoon een must. Hè? Dus er waren een aantal dingen die gewoon keihard vaststonden. Die aan die dingen gewoon per se getoetst moesten worden. We staan hier op het golfremmend Griend. We hebben hier momenteel, zijn we aan het planten met twee soorten willigen. De amandelwillig en de katwillig. En deze zorgen ervoor dat mocht de waterstand erg hoog worden en de golfslag gaan oplopen richting het fort Steurgat, dat de golven worden gebroken en geremd tot een lagere hoogte. En daardoor we het ontwerp van de dijken lager kunnen uitvoeren. En dat is eigenlijk wel uniek in het plangebied. Voor de schaaphouderij, wat ik samen met mijn broer doe. Nou, het zou mooi zijn als je de dijken rondom je akkerbouwgrond zelf kan beheren. Met het waterschap Rivierenland wilden we de komende 2 jaar zelf de dijken beheren. En over 2 jaar is het nog maar de vraag of dat lokale agrariërs de voorkeur gaan krijgen. Het is en blijft onzeker hier. Het landschap is hier toch wel inderdaad heeft veel meer horizon dan dat het vroeger ooit gehad heeft. Je kijkt op sommige dagen hier vandaan bijna Gorinchem. En dat betekent dus ook dat straks als het water over kaders gaat lopen, ja, dat het zonder heel veel bos tegen te komen, zeg maar, dat het naar zee kan, naar buiten kan. Binnen het projectgebied ligt ook het Biesbosmuseum. Die komt straks op een eiland te liggen doordat er aan beide kanten van het museum een geul wordt gegraven. Dit is heel belangrijk voor de waterafvoer, want daardoor gaat stroomt het water naar het Hollands Diep. Voorheen ging dat allemaal bij Polder Malta naar buiten. Ja, en als je het water weer een andere uitgang biedt eigenlijk, ja, dan krijg je ook andere stroomprofielen, krijg je andere stroomgeulen, nieuwe zandplaatjes, nieuwe verdiepingen. En ja, daarmee verandert het landschap. Hier, kijk. Hier al die kieviten en zo die hier lopen. Kempanen. De schaaluitbreiding en het uitbreiding van een getijdengebied, ja, dat brengt met zich mee, zeker in het vroege voorjaar, als dat heel nat staat, dat daar vogels kunnen rusten. En ja, dat is eigenlijk ook gelijk heel goed voor de doorstroomcapaciteit, want hoe natter wat dat betreft, hoe beter. Want ja, daardoor ontstaat er geen wilgenbos. En daar hebben we wat dat betreft wel weer baat bij, want ja, dan kan er dus met hele hoge waterstanden op de rivier nog steeds heel veel water hier doorheen stromen. En dat zou de kracht ook kunnen zijn van het intergetijdengebied. Nou, ik denk dat er ook wel een aantal soorten terugkomen. Daar denk ik aan onderwater, aan hele mooie paaigebieden voor vis. En ja, die zullen daar massaal op afkomen, op ondiepe lagunes helemaal. En ja, het leuke is dat je dan de voedselketen gelijk af kan maken. Want ja, daar komen weer soorten op af, zoals visarenden, zoals zeearenden. Hè, die gaan de lucht in en die zien opeens nog meer waterrijke gebieden waar ze succesvol kunnen jagen. Hier gaat hij, vliegen. Rechts, heel hard naar rechts. Het aantal gebruikers, zeg maar, dus recreanten in de Biesbos neemt echt toe. En dan vooral de wandelaars en de fietsers. En waar je voorheen echt de watersporter had en de kanovaarder. Daar zie je nu vogelaars, maar ook gewoon natuurliefhebbers die hier gewoon echt lekker een rondje komen wandelen. En je kan vanaf het museum 25 kilometer aaneengesloten wandelen. Nou, dat kon vroeger echt niet. Je liep aan de rand van de Biesbos, over de dijk, keek je de Biesbos in. Maar erin, dat kon niet. En dat is hier nu heel makkelijk. Op het moment dat wij met het museum hadden moeten verkassen, en dat heeft er toch eventjes naar uitgezien, op het moment dat die doelstelling van 30 centimeter niet gehaald werd, doordat wij midden in die uitstroomopening liggen, dat is wel even spannend geweest. Voor ons was eigenlijk de oplossing die geboden wordt, hè, dus het doorfunctioneren en dan echt op een eiland, ja, dat was een gouden greep. We gaan nu echt een helemaal in het landschap geïntegreerd museum krijgen met een volledig grasdak.
En ook op duurzaamheidsgebied gaan we verwarmen met een biokachel, gaan we koelen met rivierwater. Het project bestaat niet alleen uit een herinrichting van de expositie. We gaan buiten ook een maquette van de hele Biesbos aanleggen van zo'n beetje 30 bij 30 meter. Waarin we ook eb en vloed gaan simuleren. Dat er een extra toestroom aan mensen komt, ja, dat hebben we hier al wel ervaren. Hè, de camping die hier aan de rand van de Kleine Noordwaard ligt, ja, die staat vol. En terecht, want het is een van de mooiste campings van Nederland. Met een fantastisch uitzicht, met een landschap wat continu aan het veranderen is. En dat zie je op niet zo heel veel plekken in Nederland. Tot zover ik kan kijken, die kant op, hebben wij tot 10 jaar geleden toen hebben we altijd hier een boerenbedrijf gehad. En als je verder naar rechts kijkt, daar heeft de boerderij gestaan met twee varkensschuren en een akkerbouwschuur. Met de werkgroep hebben we al wat resultaten geboekt. Een paar kleine resultaten zijn in ieder geval wat recreatie betreft de mogelijkheden zijn voor elke agrariër om iets met een werkvest te doen. De mogelijkheid van een haventje aan de boerderij, dat er wat boekjes kunnen liggen. En ook door het opstarten nog van een minicamping en deze camping verder te ontwikkelen, denken wij zelf dat we nog veel plezier en genot uit de omgeving kunnen halen. Nog 2 maanden en dan zitten we een jaar hier zo. En alles begint op zijn plek te komen. Ja, je staat er toch versteld van hoe snel koeien leren en hoe slimme beesten het zijn. Dat ze zo snel hun eigen thuis voelen op de nieuwe plek. En ja, wij voelen ons eigenlijk ook verschrikkelijk thuis hier in Almkerk. Gelukkig in het gebied van het land van Heusden en Altena kunnen blijven. Als inderdaad het water komt, hoe ziet het er dan uit? Ja, je probeert je dat af en toe voor te stellen. En er wordt toch gesproken over het gebied waar ik dan langs moet op het moment dat ik naar huis rijd, dat 10 tot 100 dagen plasdras is. Op het moment dat ik besef dat het water toch heel erg hoog staat. En aan de andere kant ook, want op een gegeven moment zal je op een dijk rijden waar links en rechts het water staat. En dan zal ik toch s'avonds wat meer gespannen naar het nieuws kijken. Goh, wat gaat de wind doen? Straks moeten we er misschien wel uit. Welke spullen zal ik alvast gaan droogzetten? De hond vindt water zo leuk. Die geniet ervan. Die vindt het mooiste van allemaal. Wij vinden het dus minder leuk. Dus wij zijn van bouwland en grasland naar waterland gegaan. Ik denk dat Max vindt het leuk, hè? Max? Kijk, de eerste nieuwe mooie waterlelie is al aanwezig in de nieuwe kreek. We verwachten hier nog 30 centimeter water bij. Dus daar staat hier alles plas en dras wat de hond nu loopt. Klaar is. En alles is een beetje begroeid, zou het best wel mooi zijn. De pieren
komen nu uit de grond en de slakken. Ja, watervogels zien we komen. Ganzen, meeuwen. Raar, ja, raar is dat. De laatste keer die loopt. Ja. Het houdt nou op. Ja. Dat was die. Einde verhaal hier. Ja, Max, we gaan naar huis. We gaan naar huis, Max. Zit erop. Ja, we gaan. Ja, het is toch een plaatje. Nee, ja, gewoon hartstikke blij. Van in die zin zit je op een plek, maar 150 meter van de oude plek. Ja, je hebt een goed huis. Ja, wat ik hoop is dat straks als de rust terugkeert, dat iedereen blij is en tevreden met de keuzes die gemaakt zijn. En dat we gewoon elkaar weer kunnen ontmoeten in de polder en iedereen heerlijk kan gaan genieten. Het nieuwe gebied en dat we verder zalig met rust worden en gelaten.